Yo, ik ben Rick. Welkom terug bij Hoe werkt Minecraft? In de vorige aflevering zijn we bezig geweest met het maken van een skeletten experience boerderij. In het kort, een boerderij waar skeletten in spannen, waarmee je heel makkelijk heel veel levels kan gaan verzamelen. Die levels die zijn belangrijk voor wat we vandaag gaan doen. En zoals je kan zien, het is wel leuk, aflevering 10 zijn we bezig geweest met het verkennen van de wereld. We zijn allemaal leuke dingen tegengekomen, die hebben we geplant en daar kunnen we nu fijn een oogst van doen. Die levels, die hebben we nodig voor wat we vandaag gaan doen. En we gaan vandaag namelijk betoveren. Betoveren. We gaan niet jezelf betoveren, maar we gaan alles wat je draagt en gebruikt betoveren. Nou, dat klinkt natuurlijk ook een beetje raar, maar ik ga het je uitleggen. En het is echt heel erg handig om te kunnen en om te hebben. Dus dat gaan we vandaag zeker doen. Als het goed is, heb je ondertussen een tijdje lang al je boerderij kunnen bijhouden. Je hebt natuurlijk gewoon koeienvlees nodig om te eten. De reden dat ik koeienvlees zo fijn vind, is omdat zij iets maken naast het vlees wat we heel erg goed kunnen gebruiken voor wat we vandaag gaan doen. En dat is het leer. Lekker vaak met die koeien op stap gaan. Uiteraard ook niet vergeten dat je ze af en toe een klein beetje moet bijhouden. Moet kortwieken. Je populatie dan in ieder geval. Daarmee krijg je vlees. Maar daarmee krijg je ook leer. En dat leer dat hebben we vandaag nodig. En dat is natuurlijk dan het voordeel als je al een klein beetje een tijdje aan het spelen bent. En zoals ik al zei, die koeien zijn dus heel erg fijn om te hebben. En dat suikerriet. Dat suikerriet is ook heel erg belangrijk voor wat we vandaag gaan doen. Dus vergeet dat ook niet om dat bij te houden als je dat gevonden hebt in je expeditie. Dus wat we gedaan hebben in aflevering 10. Vergeet dat echt niet om mee te nemen. Is enorm belangrijk. Oké, om te betoveren hebben we een paar dingen nodig. Dus we beginnen met diamanten. Die diamanten zijn essentieel. Je kan niet zonder. Je hebt er eigenlijk 5 nodig. Je hebt er 3 nodig om een houten beeld te maken. En je hebt er straks nog 2 nodig om iets anders te craften. Maar daar komen we zo meteen bij. Dus we gaan als eerste die diamanten houweel maken. En laten we ook een emmertje water meenemen. Gewoon voor het geval dat we het nodig hebben. En wat we dan gaan doen is we gaan weer onze mijn in. Het heet natuurlijk Minecraft. Heel veel van dit spel heeft te maken met dingen die je onder de grond vindt. En zo ook vandaag gaan we dus iets nodig hebben wat we onder de grond kunnen vinden. En dat heet obsidian. En dat obsidian is al iets wat we eerder zijn tegengekomen. Dat is dit hele donkerblauwe / paarsige bende van ellende. Dus wat we gaan doen is we gaan dit mijnen. En dit mijnen kan je alleen maar met een diamantenhouweel. Een ijzerhouweel ga je dit niet meer krijgen. Diamant is wat je nodig hebt. En vervolgens duurt het ook nog eens super lang. Dus je gaat ingedrukt houden, je gaat lekker mijnen, je gaat lekker hakken. En op een gegeven moment, dan valt er op een gegeven moment een blokje. Hoppa. En dan krijg je dus obsidian. Obsidiaan. De reden dat het handig is om dan water mee te nemen, is dat hieronder lava zou kunnen zijn. Zoals je kan zien, het zit natuurlijk altijd in de buurt van lava. Want eigenlijk wordt dit obsidiaan gemaakt door lava. Door water bovenop dat lava te zetten, krijg je obsidiaan. En als je het erin doet, dan verdwijnt het. Dus dat is niet zo handig. Maar zoals je kan zien, hieronder heb je het ook. Dus daarom is het altijd handig om even een watertje in de buurt te houden. Zodat je dat gewoon voorkomt dat er opeens dat blokje in het lava valt. Dat zou onhandig zijn. Het duurt natuurlijk heel erg lang om zo'n blokje te mijnen. Het zou heel erg zuur zijn als het dan opeens verdwijnt in de lava. Dus je hebt in totaal 4 van die blokjes nodig. Maar goed, we nemen er voor de zekerheid gewoon een paar extra mee. Weet je, je bent nu toch beneden, je bent nu toch deze dingen aan het mijnen. Waarom niet, weet je wel? En als het goed is, kom je dus dit soort dingen tegen als je bijvoorbeeld zo'n stripmijn aan het maken bent. Kom je lava tegen, kan je watertje meenemen en dan op die manier krijg je dus dit obsidiaan. Hebben we ook later nog nodig als we bijvoorbeeld een netherportal willen maken. Om de onderwereld in te gaan. Dat is weer een heel ander iets. Maar daar gaan we ook wel een keertje naartoe. Alright, we hebben nu in totaal 7 blokjes. Is meer dan genoeg. Dus laten we het daar lekker bij houden voor nu. Hoppa, we zijn weer boven de grond. En we hebben de obsidiaan mee. We hebben nog steeds de diamanten mee. Eigenlijk had je die natuurlijk gewoon even hier moeten laten. Want stel je voor dat je doodgaat en je spullen niet meer terugvindt. Zou toch onhandig zijn. Zou heel zuur zijn ook. Maar we hebben dus het leer nodig. En we hebben wat van die suikerriet nodig. Dus wat we nu gaan maken is een aantal boeken. Dus als we op gaan zoeken naar boek. Dan vinden we het niet. Wat heb je even nodig voor een boek? We hebben dus leer nodig voor een boek. Maar we hebben ook papier nodig. Papier is wel iets wat we kunnen vinden. Zoals je kan zien, als je 3 suikerriet zo naast elkaar zet, krijg je papier. Dus daar hebben we iets voor nodig. Top, 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 top. En dan gaan we kijken, kunnen we nu een boek maken? En inderdaad, we kunnen nu een boek maken. Dus dat is 3 papiertjes. Maakt niet uit of je ze zo neerzet of zo neerzet of zo neerzet. Het maakt niet uit waar je dat papier plaatst of dat leer plaatst. Je hebt gewoon 3 papiertjes en een leer nodig. Je kan het ook hier zo doen. Als je hier zo een boek zoekt, dat is natuurlijk het leuke. Boek, hoppa,
Nog eentje. Hoppa. Oké. En met dat boek kunnen we vervolgens kijken wat we nodig hebben voor zo'n betoveringstafel. Dus we zoeken betovering, betoveringstafel. En zoals je kan zien, we hebben dus dat obsidiaan nodig. Nou ja, dat hebben we. Dus dat kunnen we erin zetten. We hebben verder dan nog 2 diamanten nodig. Nou ja, dat hebben we ook. Hier de diamanten. En we hebben betovering. En we hebben een boek nodig. Nou, die hebben we ook. En als je dan alles zo bij elkaar zet, dan krijg je dus deze betoveringstafel. Hartstikke mooi. En wat dit is, is eigenlijk gewoon een heel gek, leuk, mooi dingetje. Die je gewoon zo neer kan zetten. En zoals je kan zien, is er opeens een boek. Het maakt niet uit waar je gaat staan. De boek gaat altijd jouw kant op wijzen. Superleuk. En zoals je kan zien, kijk, daar zit een klein beetje dat diamanten. En hier dat obsidiaan. Supervet. Nou, en dit is dus een interactief blok. Wat betekent, net zoals je werkbank, dat je erop kan klikken en dat je er iets mee kan doen. Je hebt dus hier betovering, dus dan weet je wat het blok is. Je hebt hier een boekje. Je hebt hier 3 rijen. Je hebt hier een slot voor iets. En je hebt hier een slot voor iets. Wat je dus kan doen, stel we willen deze zwaard gaan betoveren. Dat zwaard doe jij hier. Dan zie je opeens dat er allemaal dingen hier voorbij komen. Maar goed, het is nog steeds hier grijs, dit is grijs. Dus we hebben ook nog iets anders nodig en dat is dat lapis lazuli. Dat is iets wat we ook tegenkomen onder de grond. Lijkt op diamanten als je er tegenaan loopt, is het niet hetzelfde. Heel erg handig voor dit soort dingen. Dus wat je dan kan doen, is je doet je zwaard erin. Wat je ook kan doen is met shift ingedrukt klikken. Dan gaat hij automatisch naar het goede plekje. Hetzelfde met deze lapis. Gaat gewoon automatisch die kant op. Je kan het er ook in plaatsen, zoals je kan zien. Kastrijding 1, duurzaamheid 1 en verderf, ik weet niet eens wat er staat. Dus wat we voor nu heel even gaan doen, is het spel naar Engels zetten. Dat is natuurlijk het bijzondere aan de Nederlandse taal. Vaak gebeuren er dingen ook gewoon in het Engels. Dus de betoveringstafel, ja, dat is nog nooit iets wat ik in het echt gezegd heb. Ik zeg altijd enchantment table. Want dat is de Engelse term eigenlijk voor die machine. En net zoals die enchantments, ja, ik heb gewoon geen idee waar het over hebt als je zo'n term noemt. Dus wat we dan kunnen doen, smite 1, unbreaking 1, bane of afterpots 1. Oké, interessant. Het leuke aan die betoveringen is dat er gewoon heel veel variatie is in wat je kan betoveren, enchanten. Dus, zoals je kan zien, dit zijn allemaal smite, unbreaking, bane of afterpots. Nou, unbreaking niet per se, maar smite en afterpots zijn betoveringen die je kunt doen op je zwaard. Maar, stel wij doen onze diamond pickaxe erin, onze diamanten houweel, dan krijgen we opeens weer unbreaking, maar ook efficiency. En nog een keer efficiency, dus dat zijn er dan 2. Maar als we onze boog erin doen, kijk, dan krijgen we power, kracht en unbreaking weer. En wat we dus ook kunnen enchanten is allemaal dit soort dingen. Dus je hebt hier fetter falling, protection, je hebt projectile protection. Allemaal tongbrekers, zoals je kan horen. Aqua infinity. Nou ja, een hoop verschillende enchantments die je op allerlei verschillende soorten dingen kan doen. Dus je kan eigenlijk van alles doen. Nou ja, zoals je kan zien, een breaking 1. Oké, maar als er een 1 is, is er ook een 2 of een 3 of een 4 of een 5, weet je wel, zou je denken. Nou, dat is dus waar we meer leer en meer suikerriet voor nodig hebben. Dus wat we gaan doen, is we gaan boekenkasten maken. Oké, maar hoe maak je dan een boekenkast? Nou ja, dat is op zich niet heel lastig. Je gaat gewoon zoveel mogelijk papier maken als dat je kan. Met dat papier ga je zoveel mogelijk boeken maken als dat je kan. En met al die dingen pak je wat hout. En met dat hout maak je wat planken. En met al die boeken en dat hout maak je een boekenplank, een bookshelf. Nou ja, zoals je kan zien is best duur. Alles bij elkaar. Je hebt een hoop leer nodig en een hoop suikerriet. Maar als je ze eenmaal hebt, ja, dan kan je daar helemaal leuke dingen mee. Dus wat je kan doen is die dus om jouw betoveringstafel heen plaatsen. Dus ik zal even laten zien waar je die dan neer kan zetten. Door er een outline omheen te maken. Het heeft dus geen nut om ze direct naast je betoveringstafel te zetten. Maar ze kunnen ook niet te ver van je betoveringstafel staan. Dus ze moeten altijd een kleine afstand ervan afstaan. Maar het komt er dus op neer dat jij je boekenplank op een van deze houten planken neer kan zetten. En dan gaat het dus invloed hebben op deze betoveringstafel. Dus zoals je net al kan zien, er kwam een heel klein, ja hier zie je dat. Een soort van kennistekentje gaat van de boekplank naar deze enchantment table. En als we dan nu deze erin doen, kan je zien, ja, de levels zijn duurder geworden. En met een beetje mazzel worden de enchantments ook beter. Het vervelende hieraan is dat het willekeurig is. Dus je weet niet wat je gaat krijgen
gebaseerd op... je kan hier een suggestie krijgen, maar kijk, als er hier een breaking staat, dan kan je een breaking krijgen. Maar je kan ook daarbij nog wat anders krijgen. Je hebt geen idee. Ja, dus die boekenkast zorgt eigenlijk voor dat de enchantments die je kan doen bij zo'n tafel beter worden. Nou kan je er maximaal 15 bij zetten tot het hoogste level. Zoals je kan zien, als je er iets in doet, dan kan je nu tot level 4 gaan. Het hoogste level wat je kan doen is level 30. We hebben natuurlijk nu nog maar 20 levels, dus ik ga er even voor zorgen dat wij 30 levels hebben. En ik ga er even voor zorgen dat we wat extra boekenkasten hebben. En dan gaan we dat uitproberen. Dan ga ik je laten zien wat de mechanics zijn van het enchanten, zodat je een klein beetje een beter idee krijgt bij wat het is en hoe het werkt. Alright, dus we hebben nu 14 boekenkasten. En zoals ik dus al zei, je kan ze er mooi zo omheen plaatsen. En dan heb je, zoals je kan zien, allemaal van die leuke particles die zo naar die enchantment table gaan. Kijk, en eigenlijk is het best een goed idee om dit binnen te doen. Zo'n enchantment table is best een waardevol iets. Zo'n enchantment table is een best waardevol iets. Die boekenkasten zijn best wel duur om te maken. Dit trouwens ook natuurlijk. Dus misschien wil je dit gewoon binnen doen. Dus wat je kan doen is of dan hier een huisje omheen bouwen. Of hier een extra, echt een huisje verbouwen of een kamer verbouwen, zeg maar wat je wilt. Het scheelt dat wij hier op een eiland zitten, dus ja, ik voel me hier best wel veilig. Maar zorg ervoor dat dit echt wel op een mooie, nette locatie is, zodat je dit niet zomaar opeens, zodat je niet hier bezig bent met een enchantment en dat er dan een creeper is en dan, pff, en dan ben je alles kwijt. Dat zou ellendig zijn. Wat wij nog een keer gaan doen, is alles echt een eigen plek geven. Dus we zijn nu een beetje een rommeleilandje aan het maken. Dus we hebben hier allemaal boerderijtjes, we hebben hier een huisje, we hebben een enchantment table. We willen natuurlijk uiteindelijk echt een plek hebben waar de koeien echt staan. We willen een plek hebben waar de tarwevelden zijn. We willen een plek hebben waar echt dingen een permanente plek hebben. Dit is allemaal nog een klein beetje tijdelijk. Maar hoe verder je het spel speelt, ja, hoe meer tijd en zin en energie je daarvoor gaat hebben. En hoe makkelijker dat soort dingen ook gaan. Want je wil natuurlijk dan wel meteen een mooie plek voor ze hebben. We hebben deze 15 boekenkasten om deze enchantment table heen staan. Dan kunnen wij, als we daar naar binnen gaan, kijken naar wat zijn dan nu onze opties. Dus je hebt hier je eerste optie. Efficiëntie 1, dat is heel erg mooi. Onze tweede optie, een breaking 2. Nou, dat is ook netjes. En de derde optie is efficiëntie 4. Nou heb je dus allemaal verschillende soorten enchantments die verschillende dingen doen. Dus efficiëntie zorgt ervoor dat jij sneller kan mijnen. En we hebben, zoals je kan zien, hier dus een efficiëntie 4. En dat is het hoogste wat je kan krijgen binnen een enchantment table. Je kan op een manier ook efficiëntie 5 krijgen. Maar dat is ingewikkeld, daar gaan we het een andere keer over hebben. Een breaking zorgt ervoor dat jouw materialen langer meegaan. Dus er is een trucje. Als jij op F3 en H klikt, dan krijg je dus hier zo een berichtje. Advanced tool tips shown. Als je dat dan vervolgens gedaan hebt, dan kan je dus bijvoorbeeld op je schep gaan zitten en dan kan je zien durability 109 van de 250. Dus dat betekent dat jij met je schep 250 blokjes kan breken en je nog 109 over hebt op die 250. Dus 109, even onthouden, 1, 2, 3. Dus dat zou nu 106 moeten zijn. Nou, dat klopt. Zie je wel, dus elk blokje dat je breekt, gaat er eentje af. En met die ontbreking, ja, verleng je zo'n leven uiteindelijk. Dus we zijn hier natuurlijk met enchantments, met betoveringen, ervoor aan het zorgen dat je pickaxe bijvoorbeeld veel beter wordt. Door efficiëntie toe te voegen, andere enchantments die we zo dadelijk gaan bespreken. Dan is het natuurlijk fijn dat ze wat langer meegaan dan die 250 bijvoorbeeld, of die 1561. Dat klinkt natuurlijk als heel erg veel, maar je gaat er sneller doorheen dan je denkt. Dus dat is altijd wel iets. Dus wat we dan kunnen doen, je doet je diamanten houweel erin, je doet je lapis lazuli erin. En dan heb je hier zo dus je efficiëntie 4. Dat is een hele mooie om te hebben. En dan zie je dus hier 30. Dus je hebt 30 levels nodig om dat te kunnen doen. Zou je de 29 hebben, dan kan je deze niet doen, helaas. En je hebt dus 3 experience balletjes hier zo. Dat betekent dat als we zo meteen deze enchantment doen, dat wij dan 3 levels terug gaan. Dus we gaan van 30 terug naar 27. Maar dat betekent ook dat we 3 lapis hiervoor gebruiken. Dus wat we kunnen doen, ik kan het je laten zien. 3 lapis hier zo, die zullen zo meteen verdwijnen. Hier, dit zal zo meteen 27 worden. En wij zullen sowieso efficiëntie 4 krijgen op deze houweel. Maar mogelijk ook nog iets van een breaking of nog mogelijk een andere betovering. Maar dat gaan we zien. Dus dit is altijd wel even grappig en spannend. We krijgen een achievement, superleuk. Wat hebben we? We hebben alleen efficiëntie 4. En dat is prima. De lapis lazuli is weg. Wij zijn terug naar level 27, wat prima is. En wij hebben nu een betoverde houweel.
Dus zoals je kan zien, er zit een kleine gloed overheen. Hè? Het was eerst wat lichter, wat minder gloeiend. En nu gloeit het echt. Je hebt een beetje een paarse stok hier zo. En normaal gesproken is het natuurlijk zo bruin. Er zit nu een paarse gloed overheen. En hij gaat gewoon nu een stuk sneller. Dus het leuke hieraan is dat het echt wel een stuk sneller gaat. En ik kan je even laten zien, dit is hoe snel een normale diamantenhouwwiel gaat. Nou, op zich best wel netjes, best wel goed. Hartstikke super fijn. Echt niet om te klagen. Maar je betoverde met efficiëntie 4, hier gaat nog een stuk sneller. Nou, dat is echt top. Dat is wat je wil uiteindelijk natuurlijk, dat je echt super snel gaat. Kijk, met zo'n betoverde houwwiel, wat we de vorige aflevering gedaan hebben, zo'n boerderij maken, en we heel veel moeten uitgraven natuurlijk, dat gaat nu een stuk sneller. Dus de drempel om zoiets te gaan bouwen is dan natuurlijk een stuk kleiner. Want ja, het kost een stuk minder tijd, minder moeite, minder ellende, minder gedoe. En je hoeft dus minder geduld te hebben. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Als dingen makkelijker gaan, dan doe je ze gewoon veel liever. Ja, dus je hebt echt enorm veel betoveringen. En ik wil er gewoon even een paar laten zien. Eigenlijk een beetje de basislevel van enchantments. Er zijn er superveel meer en er zijn ook superveel meer dingen die je kan enchanten. Maar we zijn nog in de beginnersfase van dit spel, dus we gaan het een klein beetje proberen eenvoudig te houden. Ja, dus laten we even beginnen bij het zwaard. Dus er zijn eigenlijk een hele hoop die er bij het zwaard kunnen. Een breaking, gaat die langer mee. Looting, dus in plaats van dat je 1 of 2 leer krijgt als je een koe slaat, krijg je er 3 of 4 of 5. Dus dat is heel erg handig. Fire aspect, nou, als je slaat dan gaat het dier of het monster meteen in de fik. Super fijn, werkt heel leuk. Knockback, dus bij knockback gaat een monster of een dier super ver weg naar achter. Kan heel handig zijn. Bane of Afterpods, deze is heel erg handig tegen spinnen. Dus extra schade tegen spinnen. Smite, dit is extra schade tegen zombies. En Sharpness, dit is extra schade tegen eigenlijk alles. Dus wat ik vaak wil bij een zwaard is een breaking, sharpness en looting. Dat zijn vaak de 3 dingen die ik heel erg fijn vind om te hebben. En zoals je kan zien, kijk, er staat hier een 3'tje achter, 3 i'tjes. Dat betekent dat er een breaking 3, een breaking 2 en een breaking 1 is. En dit zijn eigenlijk alle hoogste levels van deze verschillende enchantments. Dit is Benefatpots level 5, een V'tje is 5. Dat betekent niet dat je die direct in je betoveringstafel kan krijgen. En dat is weer een heel ander ingewikkeld verhaal. Wat ik al zei, daar gaan we nu niet in duiken. Maar weet dat deze dus wel bestaat. Maar ja, ik geef hier niet zoveel om, dus lekker laten schieten zou ik zeggen. Bij je gereedschap heb je er ook een paar. Dus je hebt wederom een breaking. Een breaking kan je eigenlijk gewoon op alles doen. Efficiëntie, nou die hebben we net gezien. Daarmee ga je veel sneller je gereedschap hanteren. Super fijn. En dan heb je Silk Touch en je hebt Fortune. Silk Touch betekent eigenlijk dat je het blokje direct krijgt. Dus normaal gesproken als je een grasblokje zou mijnen, ja, krijg je een aardeblokje. Maar en met Silk Touch krijg je gewoon een grasblokje, zeg maar. Dat is dan het grote verschil. De zon is echt een klein beetje aan het trippen. Ik weet niet wat dit is, maar goed. Kan heel handig zijn, kan heel fijn zijn, kan heel nuttig zijn. En met Fortune krijg je eigenlijk meerdere dingen. Dus stel je bent diamanten aan het hakken, dan krijg je in plaats van 1 diamant, krijg je misschien wel 2 of 3. Misschien zelfs wel 4, weet je wel. Terwijl je maar 1 blokje hakt. En anders krijg je er maar 1'tje. Dus dat is best wel nuttig, best wel handig. Altijd handig om allebei te hebben. Je kan ze niet tegelijkertijd op dezelfde gereedschap krijgen. Maar je kan dus een pickaxe maken met alleen Fortune. En dan efficiëntie en een breaking erbij natuurlijk. En je kan een houwwiel maken met Silk Touch. En met efficiëntie en met een breaking. Je boog kan je ook allemaal enchantments om doen. Dus wederom een breaking. Maar ook power, dus dan zit er meer kracht achter, doe je meer schade. Heel erg fijn, heel erg handig. Infinity, dus dan krijg je met 1 pijl eigenlijk onbeperkte munitie. Dus normaal gesproken als je een pijl schiet, dan ben je hem kwijt natuurlijk. Maar niet met Infinity. Flame, dus dan als je een pijl raak schiet, dan gaat dat monster of dat dier of wat dan ook, de tegenspeler, het kan ook tegen mensen, zal dan in de brand vliegen. En punch, met punch is eigenlijk een beetje hetzelfde als knockback. Dus als je raak schiet, dan schiet die andere persoon of dier naar achter. En dan je armor, dus je beveiliging. Er zijn er een paar die op alle stukken kunnen en er zijn een paar die specifiek voor je helm of voor je schoenen zijn. Dus de dingen die op alle spullen kunnen is wederom een breaking, protection 4, dus daarmee ben je beter beveiligd, best wel fijn. Projectile protection, dus deze beschermt je tegen specifiek alleen pijlen. Dus als er een boog, een skeleton op je vuurt of een tegenspeler, dan ben je hiermee een stuk veiliger. Fire protection, dus dat is voor als je in lava valt bijvoorbeeld, dan heb je iets minder schade. Of als je vuur vlamt. Dan heb je blast protection, nou ja, dat is bijvoorbeeld als je een TNT laat ontploffen en je staat net te dicht in de buurt. Dan ja, beschermt deze je. En je hebt thorns,
Dus dat is eigenlijk dat als jij schade krijgt, dan krijgt de andere persoon of monster dat ook. Niet de volledige hoeveelheid, maar dat is een hele goede defensiemechanisme. Nou ja, specifiek voor op de helm. Aqua Infinity, hiermee kan je veel beter onder water zien. En je hebt respiration. En met respiration kan je veel langer onder water blijven. Dus dan wordt je adem langer, kan je langer met je lucht doen. Dus hoef je minder snel weer omhoog te gaan. Kan wel fijn zijn als je echt de onderwaterwereld wil verkennen. En dan heb je voor je schoenen nog specifieke fetter falling. Dus wat er gebeurt als jij vanaf een hogere afstand valt, ja, dan krijg je schade. Dus dat is me in de vorige aflevering gebeurd. Met fetter falling is dat een stuk minder, dus dat beschermt je daartegen. Frostwalker, daarmee kan je op water lopen. Dan wordt eigenlijk het water onder jou wordt ijs, frost. Hè? Dus dat is best wel vet, daar kan je best wel leuke dingen mee. En Depth Strider, daarmee kan je veel sneller bewegen in het water. Nou, dat is bij elkaar natuurlijk allemaal best wel een hoop. Best wel een hoop om te onthouden. Toen ik hiermee begon was het natuurlijk ook één groot raadsel. Het grote voordeel is dat heel veel hiervan gewoon op het internet staat. Dus je kan gewoon een wiki forum lezen met wat de verschillende enchantments doen. Kan natuurlijk dit stuk wat ik net heb laten zien, kan je nog een paar keer opnieuw afspelen. Dan weet je dat ook. Ja, het beste is natuurlijk om het gewoon te ondervinden en gewoon verschillende enchantments te gebruiken. En op die manier leer je ook wel wat is en waar je wat het beste voor kan inzetten. Wat jij zelf het beste vindt werken. 3/4 van alle enchantments gebruik ik nooit. Dat is niet waar. Maar zeker de helft niet. Ja, dus dat zijn allemaal van die dingen, weet je wel, dat maakt niet zo uit. Ja, het is ook maar net wat je fijn vindt om te gebruiken, wat je fijn vindt om in te zetten. En wat je natuurlijk tegenkomt in je enchantment table. Ja, dat is natuurlijk ook maar de vraag, want hier staat nergens een fortune. En stel je wil fortune, ja, dat wordt dan wat lastig natuurlijk. In ieder geval, dit is eigenlijk de basis van enchantment, van betoveren. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. We gaan nog een keertje wat dieper in op wat al deze dingen dan zijn. En tips en tricks en soort van dingen die handig zijn om te doen. Voor nu gaan we het hierbij houden. Ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je wat geleerd hebt. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie je de volgende keer weer terug bij Hoe werkt Minecraft. Later!